De rechtbank trekt 12 dagen uit voor deze zaak op 17, 18 en 20 juni, eventueel nog de 21ste, behandelt de rechtbank de verdenkingen tegen 3 verdachten over de afpersingen, de bad standings en valsheid in geschriften. 25, 26 en eventueel 28 juni wordt het leidinggeven aan de criminele organisatie behandeld. Daarvoor staan 4 verdachten terecht. Op 2 juli houden de officieren van justitie hun requisitoor.